Yo, kijk van hier tegen. Daar zijn Mark en ik hier met een nieuwe aflevering van Fortnite. En we gaan eens even Hallo. kijken hoeveel wij weer kunnen destroyen aan vliegtuigjes. Je weet onze tactiek nog? Zoveel mogelijk door die ringen heen? Dat is een prima idee. Dat is maar eens even een heel stuk gaan dalen. Maar hoezo blijf ik ook hier opstaan? Volgens mij heb je jezelf goed vastgelijmd daaronder. Of met duct tape. Oeh. Ik hoor wat. Ik ga naar een kitchen. Yo, ik zie het. We hebben iemand achter ons aan zitten, by the way. Oh, fijn. Never mind. Nieuw item. Ik heb een sterkere wapen. Probeer nog zo'n kistje te vliegen even. Als je naar de zout gaat, zout. Zit er eentje, die groene streep. Ja, ik zie het. Als je spatie indrukt, krijg je een boost. Ah, dat is een top. Daar naar beneden, beneden. Ik heb extra ammo. Achter oh, ons. Shit. Oh, nee, is een boost. Achter ons spawnen er een. Ja, maar ik moet even een beetje op die stormen letten. Daar reek ik ook pennen. Daar beneden zijn die bomen. Kun je hem pakken. Oh ja, zie je. Ben jij nou weer op te schieten? Dit luchtledige. Dat ik is heb een boom. Sterkere wapen. Waarom ga mijn telefoon niet herrie maken? Oh, dit is maar een appje. Maar een wappie. Ik zie daar rode chests staan. Zullen we daar naartoe vliegen? Ja, die kant op dus. Richting noordoost. Die kant. Dat is allemaal 20. 21 ja, nu. Er is ook nog een kistje hier. Kunnen ja, pak die rode. Pak die, ja, eerst die witte en dan die rode. Vlieg niet te laag, vlieg niet te laag, vlieg niet te laag, vlieg niet te laag. Dat is health en repair. Daar zie ik iemand. Ik ga voor een roze kissie, een paarse kissie. Oh, zo! Waar zitten ze nu? Ja, volgens mij zit er eentje hier rechts van ons. Maar pak dan een paarse kissie dan. East, 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 east. Een minigun eruit krijgt bijvoorbeeld. Dat zal wel chill zijn. Oh yeah, baby. Long range shotgun. Maar ik maak een random manoeuvre. We hebben iets uitgeschoten. Ik heb iemand emiliëren, maar ik kan niks meer zien nu. Dat moet je dus niet gaan doen. Dan zie ik echt helemaal niks meer. Ja, ik probeer te draaien. Ja, maar dat is gewoon, dan ga je te stijl draaien. Dan kan ik echt helemaal niks meer zien namelijk. What the fuck deed jij? Je hebt mij zelfs nog doodgevaakt. Je hebt me geëlimineerd. Ik probeer even iets. Probeer dat paarse kistje te pakken. Nou, iemand is wel chase voor. Chase hem. Achter ons. What the fuck was het over daar? We hebben twee man achter ons aan. Oh, fijn. Blauw kiesie. Mark, we kunnen beter eventjes mensen laten vermoorden. Oké, zoek een health kit. Zoek een health kit. Dat is een rood rode. Rode. Daar kan ik beter maar niet naartoe gaan, of we moeten doodgaan.
Jezus. Ja, vlieg gewoon even weg hier. Zullen we ook de map kunnen slopen vanuit het vliegtuig? Trek het niet. Probeer meteen een paar kistjes te pakken. Zie je daar beneden gelijk in? Ja, probeer te pakken. Volle snelheid. Trek al heel langzaam een klein beetje op. Optrekken, optrekken, optrekken. Hadden we nou serieus? Nee, een enemy was eerder. Pak dat, pak die epic. Wow, ik heb een epic pistol. Oh, ik heb... Oh, daar krijg je die missiles van met vuur en ijs en al die dergelijke. What the fuck. Oh, wacht, 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 wacht. Ja, wat doe je? Ik respawn even, wacht even. De achtermark. 114. Ja, daar kan ik niet meer bij. Maar kan ik ook gewoon uitstappen om dat soort dingen te pakken. Ik ga richting het noordoosten, want daar zie ik ook nog twee van die beams. Ik zit nou koude. Doe spatie, spatie. Volgens mij gaan we dat ook wel niet redden. Of we moeten gewoon even wat levens... Nee, buig maar af, buig maar af. Gewoon er naartoe? Oké. Okay. Gebruik spatie zometeen als je hem gepakt. Is gedespawned. Ik wist wel dat het idee was. Gebruik spatie. Ja, ik kan niet constant spatie gebruiken, hè? Dat weet je. Maar als je misschien hoger was gevlogen, had ik eraf kunnen springen. Fuck, wat doen wij van je? Vanuit een ander vliegtuig. Zit nu achter ons. Ah. Ben dood. Fuck, ben je het doen? Ik probeer erop te springen. En ik ga dood. Met een rifle kapot gemaakt. Goed bezig. Dan kun je toch wel dat dood beginnen. Oh, richting Noordoost, daar is een groot kistje. Noordeast. Waar? Oh, die is nu al weg. Oh, er zijn 3-man team of zo daar. Ja, ik heb er eentje al kapot. Mark, je kunt afspringen, dat weet je. Ja, dat weet ik. Maar... Waarom deed je dat niet? Moet dat dan? Ja! What the fuck is dat? Ik weet niet wat je bedoelt, maar we worden weer neergeschoten. Ja, dat snap ik. Omdat jij er net niet van afsprong, zijn we nu namelijk dood. Ja, maar anders ga ik toch sowieso al dood. Ja, en je kunt gewoon infinite respawnen, dat staat letterlijk in je loading screen. We hebben het de vorige episode ook, heb je je loading screen al gelezen? Ja. Schijnbaar niet. Ik heb een missel. Ik weet alleen niet waar ze vandaan komen. Ik ook niet. Oh, gouden kistje. Pak hem. Kom op. Je kunt shift kun je afremmen, dat weet je. Shift? Ja. Oh ja, oh ja. Ja, je leest gewoon echt niet wat op je scherm staat, hè? Jawel, maat. Niet alles. Gewoon totaal niet, dus. Ik ga even wat testen. Nee, dat werkt dus niet.
Rood is repair. Pak aan meteen die groene. Toch bezig sta je ook gelijk die witte. Meteen die, die epic. Ja, die we toch bezig zijn. De afgelopen gouden, zuidwest. Ja, ik zag hem volgens mij troppen, ja. Spijn van hem van links grote. Twee man. Zo, zo. Dat is wat ze doodmaken. Maak jij nou voor een random turn? Fuck. Oh, ben er ook. Oh, rocket. Leuk. Wat fuck ben jij dan? Oh, ik leef toch wat? Ja, je bent eruit afgedumpt. Wat dan, hè? Ik deed helemaal niks. Ik respawnde en opeens zat ik weer in het vliegtuig. Ja, en daarom ben ik er dus afgedumpt. Maar ik heb weer repair kits nodig. Ja, dan moet ik er wel epic, 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 epic. Niet dat we dat ding nu nodig hebben op dat moment. Oh, dat komt goed uit. Kijk. Oh, ik zie daar één. Of als we... Oh, god. Gaat u er maar drie man van achter. Drie nog wel. Ik ben dood. We zijn zo in de top 9, dus nee! Mooi. Oh, wat? Dit is... Ja, het is die gameplay terug, snap ik waarom we dood zijn gegaan. Wij zaten in een crash. Waardoor we dus in één keer random naar beneden vlogen, dus ik moest hem snel proberen omhoog te hijsen. Maar dat lukte niet, omdat we in zo'n harde neerwaartse straal zaten en we te dicht bij de map waren. Komisch. Door jij dus eigenlijk dood ging. Ja, oké. Okay. En een seconde later was Kees had het overleefd. Maar die ene seconde. In ieder geval, laat me like, achterkeer niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg. Doeg.